Welkom bij een extra ingelaste Wie is de Mol flits. Alle moloten zijn even bovengronds gekomen, want er speelt van alles rondom Wie is de Mol. En dat heeft allemaal te maken met deze mysterieuze video die donderdagavond verscheen op social media. Goed, heel spannend allemaal. Zaterdag om 8:30 dus een livestream. Maar ja, wat zou dat dan zijn? Daar zijn al veel theorieën over. De een nog onwaarschijnlijker dan de ander. Wat in ieder geval wel zeer waarschijnlijk is, is dat de opnames van Wie is de Mol nu op dit moment bezig zijn. Een vogeltje heeft me in ieder geval verteld dat Rick van der Westerlaken nu vakantie zou hebben bij 1Vandaag. Het is niet helemaal zeker, maar het zou wel een goed excuus zijn om op reis te gaan voor Wie is de Mol. Ook plaatste het productieteam van Wie is de Mol 8 juli dit bericht op Facebook, waarin ze aangeven op zoek te zijn naar productieassistenten voor Wie is de Mol. Dat geeft in ieder geval aan dat Wie is de Mol op dat moment nog niet was opgenomen, wat al gek is aangezien ze normaal rond de maanden mei-juni opnemen. Enfin, die livestream dus. En vanuitgaande dat de opnames nu bezig zijn, zou het dus zomaar kunnen zijn dat we tijdens die livestream een soort backstage kijkje krijgen van de opnames. En zelf hoop ik zelfs dat de kandidaten misschien de kijkers nodig hebben voor een opdracht of zo. Het blijft wel een beetje gissen, dus ik ben heel benieuwd. We gaan het allemaal zien. Nog even terug naar dat spannende filmpje, want wat zien we nou eigenlijk? Wat in ieder geval opvalt is dit masker. Het geeft een soort horrorsfeer, heel spannend allemaal. En de moloten zijn natuurlijk als een gek bezig met de betekenis achter dat masker te ontmaskeren. San Mol van het wiestemol.com forum koppelt het gelijk aan Venetië, de stad van de maskers. Maar aangezien we pas geleden nog een seizoen hebben gehad in Italië, lijkt me dat toch wel sterk. Moloot WDM-pro op Instagram heeft een andere theorie. Hij denkt namelijk dat het masker uit Finland komt. Op YouTube staat namelijk een video van de Finse zangeres Tarja waarin het masker te zien is. Ook op het wiestemol.com forum pikken ze dit op. Tarja zou je namelijk kunnen kennen als de voormalige leadzangeres van de band Nightwish. En Moloot Bode Jos koppelt dit meteen aan de huidige zangeres van de band, namelijk onze eigen Nederlandse Floor Jansen. Volgens hem het bewijs dat Floor Jansen meedoet aan Wie is de Mol. En om het allemaal nog toevalliger te maken, begin juli plaatste Wie is de Mol regisseur Rick McCollough deze foto op Instagram. Met onder andere een nieuw spelelement, zo lijkt het. Een soort gele vrijstelling. En diezelfde Finse zangeres Tarja heeft muziek uitgebracht op LP. En welke kleur hebben die platen? Geel! Nou, mocht je dit allemaal een beetje te ver vinden gaan, dan snap ik dat goed. Er is ook nog een zeer logische verklaring voor dat masker, wat al het voorgaande allemaal weer onderuit haalt. Precies dit masker staat namelijk ook als stockfoto op de website van persbureau Getty Images. En die kun je daar kopen voor €335. Het kan dus ook gewoon toeval zijn dat zowel Wie is de Mol als zangeres Tarja beide die foto hebben gekocht en gebruikt. Dan nog even een aantal aanwijzingen naar mogelijke kandidaten die meedoen aan het komende seizoen. De naam van actrice Bodil Elsinga zingt al een tijdje rond. En wel omdat Wie is de Mol regisseur Rick McCollough haar sinds kort zou zijn gaan volgen op Instagram en haar nieuwste foto's heeft geliked. Hiermee zou hij dus haar deelname kunnen verraden. En sinds gisteren gaat er nog een naam rond en wel van Expeditie Robinson-presentator Kai Gorgels. Donderdag was namelijk de persdag van Expeditie Robinson en Kai was daarbij niet aanwezig. En zelf zegt hij op Instagram het volgende erover. Ik ben momenteel niet bij de persdag van Expeditie Robinson. Dat heeft een goede reden, want ik ben ergens anders. En waar ik dan precies ben, ja, dat kan ik dan eigenlijk nog even niet zeggen, maar ik ben dus ergens. En als je dan later hoort waar ik dan nu ben, dan denk je, oh, vandaar, nee, snap, oh, nou, ik snap hem. Nou ja, goed. Ga ik je later meer over vertellen, ook heel snel trouwens, over een paar dagen hoor je dat. Oh, over een paar dagen, Kai. Misschien aanstaande zaterdag om 8:30 op wiestemol.nl/live. Goed, we gaan het allemaal zien. We zijn in ieder geval weer helemaal op dreef en klaar voor het volgende seizoen van Wie is de Mol? Mocht je nou merken dat bepaalde BN'ers wel erg stil zijn op social media, geef hun namen dan meteen door via Instagram. Het zou zomaar kunnen zijn dat we dan te maken hebben met een kandidaat of mol uit het nieuwe seizoen. Duurt wel nog even, pas in januari 2022 wordt de eerste aflevering uitgezonden. Maar gelukkig hebben we aanstaande zaterdag dus om 8:30 die geheimzinnige livestream op wiestemol.nl/live. En ik zie jullie snel weer. Hoi!